Ralf Mone van ETSX. Dankjewel Remco. Ik zal mezelf nog net iets uitgebreider voorstellen. Ik ben inderdaad mede-eigenaar en directeur van ETSX. Ik ben in veel van mijn opdrachten technologie tegen. Nu is dit niet de technologische trek, dat begrijp ik. Maar toch, ik ben wel van nature een techneut. En toen mij gevraagd werd om wat te gaan vertellen over draadloze protocollen. Ja, toen ging ik nadenken over wat ik dan zo al in de laatste tijd was tegengekomen. Dat bracht mij eigenlijk bij het onderwerp voor vandaag. En dat is de nieuwere, of liever gezegd de minder bekende draadloze protocollen. Ik vind die heel interessant, want je denkt, of je zou denken, die zijn minder bekend. We komen zo op welke dat zijn. Maar is dat in werkelijkheid wel zo? Het gaat hierbij om voornamelijk technologieën die worden ingezet en ingezet gaan worden met Internet of Things, IoT. Dan moet je dus denken inderdaad aan smart objecten, aan apparaten die draadloos ergens aan het internet hangen om data terug te sturen. Wat zijn dat nou voor dingen? Ja, op dit moment zien we eigenlijk een mobiele devices, hè, dus telefoons vooral. Maar ja, daar gaan we het eigenlijk niet zo heel veel over hebben. Daar kennen we eigenlijk de meeste wel van. Hè. Die hebben geen draadjes, dat weten we. En de belangrijkste hier zijn natuurlijk gewoon 2G, 3G en 4G, wifi en bluetooth. Dit zijn de grote spelers natuurlijk. Allemaal heel interessant, hartstikke leuk. En die hebben natuurlijk ook al heel veel kwetsbaarheden, maar daar is al heel veel over gezegd. Ik vond het nou juist leuk om vandaag eens wat te vertellen over die andere soorten en ook de toepassingen daarvan. En de risico's, de specifieke risico's die je daarbij loopt. Natuurlijk zal ik af en toe even gaan vergelijken met de ouderwetse, zeg ik maar, als wifi en bluetooth en 2G, 3G en 4G. Maar eerst even kijken, waarom is draadloos dan zo speciaal? En wat maakt het nou dat daar het bedreigingenmodel zo anders is dan bij bedraden communicatie of in ieder geval de traditionelere communicatie? En daar kwam ik op een aantal verschillen. Ten eerste is zenders en ontvangers, want die heb je nodig om draadloos te communiceren, die zijn tegenwoordig vrij universeel. Er is een apparaat, die een voorbeeld daaronder op het plaatje, en dat heet een Software Defined Radio. Dat is een stukje hardware die door middel van software een bepaalde functie krijgt. En ik heb zo'n ding, zo'n SDR, het is een Blade RF, daar heb ik wel eens een keertje getoond hoe je daar bijvoorbeeld een eigen 2G zendmast mee kan optuigen, waarmee je dan plotseling mobiele telefoons kan gaan afluisteren. Maar je kunt hem ook gebruiken om zelf GPS-signalen te ontvangen en misschien ook wel te verzenden. En radiosignalen kunnen daarom ook makkelijk worden onderschept. Je hebt een aantal fysieke aspecten die het daarbij nog moeilijker maken. Denk bijvoorbeeld aan welke frequentie ga je uitzenden. Nou, ik weet niet, ik heb ooit eens een keer natuurkunde gestudeerd en daar leer je dat energie is frequentie maal een constante. Dus dat betekent dat op het moment dat je hoger in de frequentieband gaat zitten, waar overigens iets meer ruimte is, dan heb je dus meer energie nodig om hetzelfde bereik te krijgen. Gevolg is meer energie, grotere stroombehoeften, grotere batterijen, dingen die sneller vervangen moeten worden. Dus de frequentie en de hardware design die hebben een hele grote invloed op de toepassingen die je daarvoor kunt gaan gebruiken. En natuurlijk, als je tweeweg wilt gaan communiceren, helemaal leuk, de zender en de ontvanger, die moeten wel gesynchroniseerd zijn op de een of andere manier. Hij moet in ieder geval kunnen weten wanneer hij een 1 of een 0 kan verwachten, want anders kan hij nooit het signaal herconstrueren. Daar hebben ze hele slimme dingen voor bedacht waarop dat toch gaat. Maar zeker op de hogere frequenties en met de hogere snelheden van dataoverdracht is dat een issue. En vanuit het perspectief van een aanvaller
een aanvaller heeft de overhand als je draadloos communiceert. Je wilt namelijk bij het gebruik een handzame zend- en ontvangstinstallatie hebben, liefst niet met hele grote accu's en antennes. Dat werkt niet zo handig. Maar een aanvaller heeft die beperking veel minder. Die kan met een mooie parabolische antenne bijvoorbeeld. Dit is een zelfgebouwde parabolische antenne van iemand, van een zendamateur, die het leuk vindt om grote afstanden te overbruggen. Hoe doet hij dat? Nou, hij kaatst zijn signaal tegen de maan en weer terug naar de aarde. Dat is een speciale, volgens een Earth. Als er zendamateurs in de zaal zitten, die zullen dat wel weten, EME. Links is geen ontvanger, maar een zender. En dat is het andere aspect van draadloze communicatie. Het is heel storingsgevoelig. Dat ding links, dat is een jammer. En die zendt op alle frequenties tegelijkertijd uit. Kortom, je kunt daarmee je wifi-signaal compleet weghalen. Nou, niet weghalen, maar zo storen dat het niet meer werkt. En daarom is de fysieke locatie ook minder belangrijk. Je hoeft als aanvaller maar in de buurt te zijn van je object. En ja, ik vind het altijd heel grappig dat je ziet veel mensen die kopen tegenwoordig een alarmsysteem dat op wifi werkt. En voor het huis, hè? Dus met een camera dat op wifi werkt en sensoren op de ruiten die op wifi werken en schakelaars die op wifi werken, zodat die... En ik zeg, why even bother? Want ik pak zo'n jammer en ik schakel gewoon het hele alarmsysteem in één keer uit. Ik bedoel, zou je het accepteren als je een alarmsysteem kocht en er stond buiten, werd er buiten op de muur met een grote rode knop gemonteerd waarop staat aan, uit voor je alarmsysteem? Lekker handig. Nee dus. Dus niet alle technologieën zijn voor alle toepassingen geschikt, maar ze worden er wel voor gebruikt. Dus daarom, dat zijn een aantal hele specifieke zaken waarom draadloos speciaal is. Nou, die wifi die hebben we eigenlijk al gehad. Yeah. Veel over gezegd ook al, ook op Backhead Sessions eerder. Jullie kennen waarschijnlijk allemaal wel de Wi-Fi Pineapple. Dat is een klein kastje waarmee je dus een fake basisstation kunt, in de lucht kunt brengen. En telefoons gaan dan automatisch met jou communiceren. Dat is al vaak gedemonstreerd. Daar ga ik het niet over hebben. Dit zijn een aantal van de nieuwere spelers. Het is niet helemaal nieuw natuurlijk, want veel van deze standaarden bestaan al heel lang. Maar wat je ziet is dat ze steeds meer toegepast gaan worden. Zigbee is er bijvoorbeeld eentje van. NFC, die zullen jullie ongetwijfeld wel kennen. Heel veel telefoons hebben dat ook al ingebouwd. En Z-Wave is ook eentje die regelmatig wordt toegepast. En een hele nieuwe speler is LoRaWAN. LoRa staat voor Long Range. De naam zegt het al. Dit is een lange afstandsdataverbinding. En ik heb ze maar eens even op een rijtje gezet. Van wat zijn nou de verschillen en waarom zou je de ene willen gebruiken en wat zijn zo'n beetje de vergelijkende factoren? In ieder geval, de basiskenmerken van deze vier onbekendere van de draadloze protocollen. Heel belangrijk is de afstand waarop ze werken. Zigbee en Z-Wave zitten allemaal zeg maar, in het huisdomein, 10 meter, 30 meter... Het grootste verschil tussen die twee is eigenlijk de frequentieband waar ze op opereren. Zigbee opereert op de 2,4 gigahertz band waar ook heel veel wifi apparatuur op zit. Dus dat betekent dat als er veel wifi verkeer in de buurt is, dan zal je Zigbee signaal wat minder makkelijk propageren. Want die signalen gaan natuurlijk storen. Z-Wave werkt op een lagere frequentie en heeft ook een iets groter bereik. Een belangrijke overeenkomst tussen die twee, en wat ook wel heel interessant is, is dat dat beide protocollen zijn waarmee mesh-netwerken kunnen worden opgezet. Mesh-netwerken wil zeggen, elke node in het netwerk kan ook data doorsturen naar een volgende node. Kortom, als je 3 Zigbee-nodes bij elkaar hebt, dan kunnen die data doorgeven waardoor het bereik vergroot wordt. Dus je hoeft niet per se een zender en een ontvanger in de buurt te hebben. Het is niet zoals bij wifi dat je een access point hebt en vervolgens dat er allemaal nodes op aansluiten, net als bij een sterrennetwerk. Dit is een mesh-netwerk. Alles stuurt door naar alles.
Hetzelfde geldt voor Z-wave. Doorvoersnelheden, ook een niet onbelangrijke. Je ziet dat daar toch nog wel best wel wat verschillen in zitten. Het is zeker geen wifi met 50 megabit of hoger. Dit gaat om kilobit. Nou, dat betekent dat de toepassingsmogelijkheden voor deze technologieën ook redelijk beperkt zijn. Het gaat niet om streaming videodiensten. Nee, het gaat om meer om sensornetwerken en data doorgeven, telemetriedata, dat soort zaken. Een andere is natuurlijk, hoe zit het met beveiliging? De meeste van deze protocollen die spreken wel een versleutelde manier. Ik heb het maar even gezegd van, nou, je maakt maar gebruik van AES. Maar in sommige is dat optioneel, in andere is dat afgedwongen. De enige die in de basis geen enkele beveiliging biedt, is NFC. Want dat is gewoon een pijpje waardoor bitjes heen en weer gaan. Betekent dus dat de beveiliging aan de applicatieve laag wordt overgelaten. Maar wie van jullie kent bijvoorbeeld LoRaWAN al? Er zijn wel wat mensen. Ja, okay. Nou, de rest kennen jullie allemaal wel, van gehoord in ieder geval, neem ik aan. Hè? Ik heb een aantal van de bekendste voorbeelden dan op een rijtje gezet. Nou, NFC, het bekendste voorbeeld in Nederland, in ieder geval is het over chipkaart. Near Field Communication, je houdt je over chipkaart bij een reader en dat ding moet dan zeg maximaal 10 centimeter van de reader staan en je kunt dan gaan reizen. Die toon is zo'n mooi display die je aan de muur kan hangen, oorspronkelijk van Eneco. En die hebben sensors draadloos aan dat computertje gehangen, waarmee je dus je energieverbruik in je huis mooi kunt meten en andere daken kunt gaan aansturen. En dat maakt gebruik van het Z-Wave-protocol. En dat is ook precies waar het voor bedoeld is. Hè? Dus voor huiselijke toepassingen met lage data rates en op die manier toch kunnen communiceren. Als we nog even teruggaan naar die frequentiebanden. Hè? Je ziet dat Zigbee en Z-Wave op twee verschillende frequentiebanden opereren. Ik had net een nadeel van hogere frequenties genoemd, meer energie, maar er is nog een nadeel van hogere frequentiebanden. En dat is dat de signalen beter afketsen van oppervlakten. Oftewel, hoge frequenties penetreren niet zo goed. Ja, als je een 6 gigahertz signaal hebt en je richt dat op een muur, dan is het net een biljartbal, dan kaatst die gewoon weer de andere kant op. LoRaWAN is zo nieuw dat het eigenlijk nog heel weinig toepassingen kent, maar ik vond deze wel erg leuk. Ik weet niet of het al zo uitgerold is, maar als je naar hoshibootje.nl gaat, dan kun je daar straks een abonnement afsluiten en dan zetten ze een sensor in je boot. Als hij in de gracht ligt en het heeft geregend, en zegt de sensor van, hey, er zit water in mijn boot, dan gaat er een student op een fiets met een emmertje naartoe en gaat lopen hozen. En dit is een hartstikke leuke toepassing, vond ik, voor wat je met die draadloze technologieën kunt doen. Dit wordt dus een sensornetwerk. Dit is ook echt bedoeld als een long-range sensornetwerk tot met 10 kilometer afstand. Andere toepassingen die je zou kunnen voorstellen is in de landbouw, waar je bijvoorbeeld sensors hebt voor grondkwaliteit, voor ongedierte metingen, voor waterstanden, dat soort zaken. Ik verwacht daar eerlijk gezegd best wel heel veel van. KPN heeft gezegd dat ze dit jaar al een landelijk dekkend LoRaWAN-netwerk willen optuigen. We gaan het zien. Ik vind het een hele interessante ontwikkeling, want als je landelijk dekkende sensornetwerk hebt, dan zeker in het kader van smart cities en smart societies, kun je daar ongelooflijk veel mee. Het bekendste voorbeeld van waar Zigbee toegepast is, zijn die Philips Hue lichten. Wie heeft ze thuis? Wel een paar mensen. Nou, dat werkt dus gewoon op Zigbee. Natuurlijk, je bestuurt hem via wifi, maar dat kastje waar die lampen op aangesloten zijn, dat communiceert met die lampen met Zigbee. Wat zijn nou die beveiligingskenmerken die zo specifiek zijn voor deze protocollen? Nou, een van de dingen is dat je
altijd moet kijken naar wat ben je eigenlijk aan het versturen. Sensordata, hè, bijvoorbeeld telemetriedata uit een voertuig of een sensor, een stroommeetsensor aan een slimme meter of een temperatuursensor ergens, dat zijn toch echt hele andere dingen. En zeker als er tweewegcommunicatie mogelijk is en dat het niet alleen het verzenden van data is, maar ook het ontvangen van commando's. Sensordata op zich, ja, dat kan misschien wel gevoelig zijn, een beetje, maar zo vertrouwelijk is het nou ook weer niet. Nou weet ik dat er sommige mensen dus daar absoluut niet mee eens zullen zijn. Kom ik zo nog even op. Dus hou dat even te goed. Maar er is echt een verschil in mijn opinie met een connected vehicle. En ja, alles is natuurlijk wel beveiligd tot op zekere hoogte, maar ze kennen ook allemaal zwakheden. En dat brengt mij eigenlijk op een punt waar ook aan gerefereerd is in een eerder praatje, heb ik begrepen vandaag. Privacy. Want aangezien die signalen kunnen worden onderschept en waarschijnlijk ergens op een back-end worden verzameld, heb je te maken met persoonsgegevens. En ik vind het dan ook erg vreemd dat er niet gekeken wordt naar hoe die persoonsgegevens op andere plekken worden gebruikt. Het feit dat er bijvoorbeeld kamervragen worden gesteld over slimme meters in verband met privacy, hè, want dan kan de energiemaatschappij zien of je thuis bent aan het correlatie van je stroomverbruik en de tijd van de dag. Nou, ik zeg lekker boeien, want wat maakt dat nou uit? Serieus. Hè? Er zijn ergere dingen om je zorgen over te maken. Bijvoorbeeld connected vehicles. Ik vind dat een van de veel grotere bedreigingen. Maak ook gebruik van allerlei draadloze protocollen. De meeste auto's die praten tegenwoordig wifi, bluetooth en 2G of 3G. Ja? En het gevaar voor de volksgezondheid daar lijkt mij evident. Er werd al net in het vorige praatje gerefereerd aan die Jeep hack van vorig jaar, waar ze over een draadloos protocol de CAN-bus hebben gehackt en een Jeep hebben overgenomen, het motor, of zeg nog, diverse van die electronic control units in de auto. Ze konden het stuur bedienen, de remmen bedienen, de lampen bedienen, allemaal van dat soort zaken. Maar ik heb nog geen kamervraag hierover gehoord. Hè? Terwijl dat toch een stuk erger is als dat gebeurt. Ja, en inbrekers die konden dan zogenaamd bij die slimme meters gaan zien of je thuis bent. Nou, volgens mij moet een inbreker nog altijd langs fietsen om te kijken of je thuis bent. Want hij moet er toch heen om in te breken, dus ik begrijp het niet. Anyway, ik had hier eigenlijk een heel groot praatje over privacy en de impact daarvan willen hebben. Maar ik begrijp dat het dus al door een andere, door Aral Balkan was het, Remco toch? Ja, precies. Dus daarom heb ik nu een plaatje van een poesje ingelast waar we nu 3 seconden naar kunnen kijken. Goed, gaan we weer verder. Wat is nu, hoe werkt dat nou met die protocollen? Hè? Want we zouden het vandaag over protocollen hebben, ondanks het feit dat ik het niet al te technisch ga hebben. We gaan het niet over bitjes en bytejes hebben. Maar wel, ja, wat hebben wij nou geleerd van de laatste onderzoeken die we hebben gedaan? Zigbee en Z-Wave, die zijn optioneel best sterk te noemen. Immers, ze maken gebruik van een sterke encryptie met AES, met sleutellengtes die best wel oké zijn. Maar wat blijkt, ze worden vaak met de minste security uitgerold vanwege interoperabiliteitsissues of andere zaken. Dus ja, waar het op neerkomt, alle chips die zijn uitgerust met dezelfde sleutel. Hack one, hack them all. Nou, ik heb het hier over chips en niet over software. En dat komt dus doordat deze protocollen in consumentenapparaten vaak zijn geïmplementeerd in stukjes hardware. En het wordt steeds makkelijker en ook steeds toegankelijker om dat soort stukken hardware uit elkaar te halen, te slopen en te kijken wat er gebeurt. Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van side channel analysis, maar dat zijn dan manieren om het gedrag en security eigenschappen van hardware te achterhalen en dus uiteindelijk ook zwakheden te achterhalen door te kijken naar specifieke eigenschappen van zo'n apparaat, een chip bijvoorbeeld. Een voorbeeld daarvan is, als je nou heel nauwkeurig het stroomverbruik van een chip meet, en dat kan heel makkelijk, dan kun je uit het stroomverbruik bepaalde karakteristieken afleiden.
En als zo'n chip net bezig is met een cryptografische operatie, en je weet dat hij meer stroom gebruikt en een andere timing heeft als hij een vermenigvuldiging uitvoert dan als hij een optelling uitvoert, dan kun je uit een stroomverbruik soms direct de cryptografische sleutel waar hij op dat moment mee bezig is, aflezen. Dus zelfs al gebruik je secure chips met een AES key erin, dat wil dus echt nog lang niet zeggen dat die key ook daadwerkelijk secure in die chip blijft. Sterker nog, er zijn heel veel mensen bezig met onderzoek hiernaar. Ja, dus de kans dat zo'n sleutel uiteindelijk uitlekt is best groot. En op DEFCON zijn er diverse presentaties over gegeven over hoe je dat dan zou moeten doen. En ook de apparatuur om dat te doen wordt steeds toegankelijker. Vroeger had je een digitale oscilloscoop van €20.000 nodig. Vorig jaar was er een Kickstarter voor een chipwisperer Light en die kostte $300. Dus dat is dan plotseling binnen het bereik van hobbyisten gekomen. Nu raken we al aan een stukje waar ik graag ook nog een andere keertje verder over zou willen praten, maar dat is hardware security. Heel veel van het werk wat wij doen is aan het verschuiven naar hardware security. Waarom? De softwarelaag is vaak veel makkelijker te verbeteren. Ja, ook al zijn er honderdduizenden problemen, het updaten van een stukje software is oneindig veel makkelijker dan het updaten van een stukje hardware. Want dan moet je namelijk alle units in het veld terug gaan halen. Dus het is op zich een hele slimme tactiek om de hardwarelaag zo universeel mogelijk te laten en zoveel mogelijk in software te stoppen. En NFC heeft dat gedaan, hè, dus die laat de beveiliging over aan de applicatieve laag. Zigbee en Z-Wave doen dat veel minder. Daar zit de security echt in het protocol gebakken en wordt het niet meer aan de applicatieve laag overgelaten. Maar er zijn wel keuzes te maken en dat geldt voor LoRaWAN ook. Dus al die protocollen kunnen ingezet worden met een specifieke security niveau. Wij maken gebruik van AES of met vaste keys of elke keer een andere key. Of, nou, dus zo zijn er diverse keuzes te maken. Als je nu gaat kijken naar de zwakheden die gevonden zijn in al deze protocollen, ja, ik kom dan op een aantal oorzaken daarvan. Uiteraard ontwerpfouten. Ik weet niet wie hier nog wifi gebruikt met web, maar het zal denk ik niemand zijn. Dat was gewoon een ontwerpfout. Dat protocol met die wireless equivalent privacy was niet goed ontworpen. Is dus gewoon eigenlijk brak en fout. Er zijn ook implementatiezwakheden. Oftewel, het is in principe goed ontworpen, maar de firmware of de software die bevat fouten. Kan soms gefixt worden. Fijn. Maar ook gebruikerskeuzes. Als je kijkt naar implementaties, dan kan het zijn dat daar gewoon om wat voor reden dan ook, en de vorige spreker die heeft daar een aantal mooie voorbeelden van genoemd, ja, er worden vanwege gebruikersgemak of vanwege het voorhanden hebben van bepaalde data en bepaalde features, wordt er nou eenmaal gekozen voor bepaalde instellingen. En die kunnen niet altijd veilig zijn. Eentje die we ook heel vaak zien is fouten, of tenminste onveiligheden in dit soort implementaties die voorkomen uit interoperabiliteit. Je wilt dat je device werkt op een ouder type draadloos netwerk. Je wilt dat nieuwere devices die morgen uitkomen gaan samenwerken met wat je op dit moment aan het uitrollen bent. Dus je gaat allerlei flexibiliteit inbouwen in zo'n draadloos systeem die later toch niet zo handig blijkt te zijn. Met name omdat je vaak je security moet downgraden om nog van oude apparaten gebruik te kunnen maken op die netwerken. En dat betekent dus dat als er ook nog maar één oud apparaat in je netwerk zit, dat je hele netwerk dan gebruik moet maken van die gedowngraden security. Nou, dat is echt een punt wat je heel veel tegenkomt. En niet alleen natuurlijk met draadloze netwerken. Hè. Dit heeft natuurlijk ook in traditionele netwerken een grote rol. Hoe vaak
hoor je wel niet. Nee, we hebben nog wel één oude server die nog protocol XYZ praat en daarom moeten we dat hele netwerk moet dat ondersteunen. Zo gaat dat gewoon. Maar er zijn ook inherente beperkingen. Beperkingen die te maken hebben met stroomverbruik, beperkingen die te maken hebben met, bij een draadloos protocol, met of je één of twee weg communiceert. Communiceer je twee weg? Je moet twee weg kunnen communiceren, bijvoorbeeld, om een protocol te implementeren wat een key afspreekt. Dat kan niet anders als je maar één weg communiceert, dan is het maar het versturen van data. Dat betekent dus dat elke chip die je maakt, moet zowel kunnen zenden als ontvangen. En leidt tot extra kosten, moeilijkere designkeuzes, et cetera. Dus dit zijn allemaal oorzaken, onderliggende oorzaken van de zwakheden die we daar zien. Nou, waar leidt dat naartoe? Nou, toch best wel heel veel businessrisico's. Uiteraard gewoon het hacken van de verbinding en van het apparaat. En zoals je al begrijpt, via een draadloos netwerk gaat dat ook nog eens een keertje van een afstandje. Reverse engineering wordt plotseling ook een heel stuk makkelijker. Oftewel, een aanvaller kan gewoon signalen uit de lucht gaan plukken en kan gaan proberen erachter te komen wat hij nou eigenlijk aan het versturen is. Vaak zijn die devices die op die manier draadloos communiceren, bijvoorbeeld zo'n slimme meter, ja, die zijn bij mensen thuis geïnstalleerd. Ja, dat is in principe is dat een hostile, een vijandige omgeving. Compleet onderhevig aan reverse engineering. Reputatieschade is natuurlijk gewoon een hele belangrijke. Ik weet niet hoeveel auto's minder Jeep verkocht heeft na die hack, maar dat zullen ze echt wel gemerkt hebben. Bovendien, hebben ze daarna behoorlijk wat moeten doen om dat te fixen. Misbruik van diensten. Je moet bedenken dat vaak deze systemen gegevens sturen naar een back-end. Misschien is het gewoon sensordata, maar het kan best zijn dat in het geval van pak een beetje een telefoonnetwerk, ja, dat is een voice-dienst aangekoppeld. Er komen steeds meer van dit soort devices. Er zullen ook steeds meer van dit soort diensten komen. En sommige van die diensten zijn abonnementsdiensten. Andere diensten zijn gratis, maar ja, je weet het, hè, als een dienst gratis is, dan ben jij het product. Oftewel, dan ben je je gegevens feitelijk aan die organisatie aan het geven ter commerciële exploitatie. Dus voor de meeste diensten waar je echt wat aan hebt en waar je, als je een beetje zuinig bent op je privacy, zul je op den duur toch moeten gaan betalen. En het zijn juist die betaaldiensten waar dan misbruik van gemaakt zal kunnen gaan worden of dat die dan gratis afgenomen kan worden. We hebben onder andere onderzoeken gedaan naar deze risico's bij verschillende omgevingen. Connected vehicles hebben we naar gekeken. Home automation systems, dus dan moet je denken inderdaad aan zo'n slimme meter of zo'n thermostaat of een draadloze wifi beveiligingscamera. NFC-systemen, bijvoorbeeld over chipkaart hebben we ook vaak naar gekeken. Maar ook fysieke toegangssystemen die ook met van die pasjes en allerlei draadloze toepassingen werken. En wat me elke keer opvalt is dus dat de technologiekeuze die gemaakt wordt, dat daar best nog wel wat aan te verbeteren valt. En ook aan de manier waarop het hele systeem ontworpen is. Er is op dit moment bijvoorbeeld een behoorlijke drive om heel veel apparaten in het huis natuurlijk te connected te maken. Maar ook het huis zelf. En dan moet je denken dus bijvoorbeeld aan de twee die nu erg veel gebruikt gaan worden in de toekomst zijn volgens mij camerasystemen, dus bewakingscamera's en sloten. Ja, dus echt het sloot in het deur. Daar zijn nu diverse oplossingen voor. Die werken met een appje. En dan kan je dus mensen op afstand toegang geven tot jouw huis of tot een systeem of tot een deur, tot een kantoor, zonder dat je ze een feitelijke sleutel of een pasje hoeft te geven. Dan kan je gewoon zeggen, toets deze code in en je komt binnen. Of, wacht even, je staat voor de deur, want ik zie het, ik piep je wel even binnen. Ook al ben je aan de andere kant van de wereld. En die systemen, die hebben allemaal wel bepaalde zwakheden. Bedenk
dat het dus makkelijk wordt om iedereen buiten een gebouw te sluiten, simpelweg door de frequentieband waar dat apparaat op werkt, te jammen. En dan moet er toch iemand heen. Ja, het is maar een lullig voorbeeld, maar dit zijn wel dingen waar je rekening mee moet houden. In het geval van die connected vehicles, daar heb je dus weer vaak het issue dat dat moet landelijk dekkend zijn. Ja, dus daar heb je toch een systeem nodig wat tweeweg kan communiceren. Je zult iets van 2G, 3G moeten gebruiken. LoRaWAN heeft veel te weinig throughput, dus dat werkt niet. Dus dan kom je al snel dus op het gewone telefoonnetwerk terecht. En dat brengt weer heel veel andere zaken met zich mee. En auto's zijn tegenwoordig toch wel kleine rijdende datacenters. Dus daar mag je nog even je borst nat maken. Daar komt nog heel veel aan met connected vehicles. Wie rijdt er bijvoorbeeld zo'n plug-in hybride, een beetje moderne? Veel mensen denk ik wel, hè? Ja, nou, niet eens zoveel eigenlijk. Nee? 7% bijtelling, jongens, kom op. Oh nee, 14% nu. Al die auto's, ook al weet je het niet, daar zit gewoon een simkaart in. En die heeft gewoon continu verbinding met 2G of 3G met een backend. En die backend is dus van de autofabrikant. In mijn geval gaan die gegevens naar Duitsland. En ik heb geen idee wat er verstuurd wordt. Ik vind het eigenlijk best wel eng. Ik weet wel één ding. Ik kan remote op een appje, kan ik dan de GPS-locatiegegevens aan of uitzetten. En die heb ik dus ook uitgezet. Had ik uitgezet, moet ik zeggen. Want mijn auto is vorig jaar een keer gestolen. En gelukkig kon ik dat remote weer aanzetten. Het was even anderhalve dag een beetje met de billen knijpen en op F5 drukken, totdat hij een update gaf. Maar uiteindelijk kwam die inderdaad in de app opgepiept en kon ik de politie bellen en de locatie van de auto doorgeven. En ze hebben hem terug kunnen halen. Dus daar was ik wel erg blij mee. Maar het geeft wel aan dat deze technologieën vaak in de auto zitten, zonder dat de mensen beseffen dat ze erin zitten. En dat maakt het eigenlijk nog wel een stukje gevaarlijker. Meest voorkomende issues. Wat wij hebben gezien bij al die onderzoeken die we hebben gedaan, zijn verkeerde technologie. Een aantal voorbeelden. Bluetooth, die moet gepaird worden. En met het pairen van een device met een Bluetooth-host wordt er een cryptografische sleutel afgesproken. Maar wil je dat veilig doen, dan moet je gebruik maken van een code die je aan de beide kanten ingeeft. En een code invoeren betekent dat er een code invoermogelijkheid moet zijn. Bijvoorbeeld een schermpje of een toetsenbordje. Maar ja, een klein deviceje wat je ergens in de auto legt of een klein huishoudelijk itempje wat een muziekje moet afspelen, ja, die heeft helemaal geen toetsenbord. Want waarom zou je alleen voor een Bluetooth-ding een toetsenbordje gaan toevoegen? Want dat maakt het apparaat 5 keer duurder. Dus, verkeerde technologie gekozen. Had je wat anders moeten doen. Eentje die wel veilig is en geen input nodig heeft. Vaak zie je dat de stroomverbruik eigenlijk de keuzes dicteert. Wil je elke 5 dagen nieuwe batterijen erin moeten stoppen, dan heb je dus inderdaad een andere mogelijkheid. Maar als het gaat om bijvoorbeeld sensordata, ja, dan wil je dat absoluut niet. Nou, het mooie is dat bijvoorbeeld dat LoRaWAN, dat werkt op zo'n laag verbruik, dat je gewoon 1 zonnecelletje erop plakt en hem gewoon 10 jaar in het veld kunt zetten. En het blijft gewoon 10 jaar werken en je kunt tot kilometers afstand die data opvangen. Dus daar worden wel vorderingen gemaakt. Het is alleen echter zo dat de data throughput zo laag is dat je daar 50 kilobit per seconde is, geloof ik, het maximale wat je kunt halen. Als we het hebben over 5 kilobit per seconde, dan heb je nog, dan zal dat wel de meest voorkomende toepassingen zijn. Maar dat is voldoende voor heel veel dingen, hè? Dus begrijp me niet verkeerd. Een andere die we zien is dat vendoren vaak proven technology leveren, zeggen te leveren. Kortom, hey, dit hebben we al vaker gedaan, off the shelf, neem dit en dat hebben we al 100 keer eerder gedaan, doe dit. En vervolgens blijkt het niet aan de verwachtingen te voldoen. Waarom? Ja, het was net een andere soort implementatie, de security requirements lagen toch anders, et cetera. De volgende die we heel veel zien is insecure hardware. Echt
ondergeschoven, maar zal in de toekomst steeds meer aandacht gaan krijgen. Kijk, bij general purpose computing is dat niet zo heel erg common meer. Hè. Ja, er zijn net wat nieuwe dingen over Intel processors bekend geworden, die dan een, zeg maar, een soort extra processortje erop hebben, waardoor het waarschijnlijk toch wel weer wat onveiliger wordt. Net vorige week las ik dat. Maar daar heb je het niet zoveel over secure hardware. Je hebt het niet over een secure grafische kaart. Ja, of een secure harddisk. Ja, misschien wel als je versleuteling erop toepast. Maar de hardware zelf, daar heb je het niet over. Maar dat is dus bij Internet of Things en zeker bij apparaten waar toch ook mensenlevens van afhangen, zoals bijvoorbeeld auto's, een hele andere zaak. Daar wil je dat die hardware secure is. Ja, je wilt niet dat iemand een chipje ervan afsoldeert, even uitleest, de cryptografische key scant en vervolgens alle auto's kan hacken. De meeste hardware die wordt ook niet ontworpen met een cryptografische coprocessor of een secure element. Secure element is een stukje hardware, denk simkaart of smartcard, waar op een veilige manier die sleutels in kunnen worden opgeborgen. Waarom niet? Nou ja, het kost geld. En hetzelfde geldt voor het versleutelen van het geheugen. Dat kost allemaal geld. Dit is duur spul. Goede security is duur. En dat brengt me eigenlijk bij het laatste punt. Het is ook die hardware niet makkelijk te updaten. Wat je eigenlijk wilt, is dat het meeste in firmware gestopt wordt, of in hardware, of in software of firmware. Want als die bugs bevatten, en dat doen ze, dan kun je dat tenminste vervangen. Het grootste gebrek bij al deze zaken is een secure over-the-air firmware update mechanisme. Het is een lastig verhaal, want developers van dit soort systemen, die lopen toch behoorlijk achter bij de feiten. Die gaan ervan uit dat code draait in een beveiligde omgeving, niet in een hostile omgeving. En ja, die kennen de trucjes gewoon nog niet om dit goed en veilig te krijgen. Vendors uiteraard zijn voornamelijk market share oriented, niet security oriented. Nou, dit zijn aspecten waar de vorige spreker uitgebreid op in is gegaan, dus dat ga ik niet verder uitweiden hierover. Vijf. Top. Wat voor best practices zien we hier? Nou, even ervan uitgaan, hardware updates, ja, die zijn niet praktisch en relatief erg duur. En dat zie je ook. Het vervangen van zelfs maar een simpel pasje of zo, dat is al een crime. Ik had het er net al over, hè, die auto van mij, die heeft dat zo'n plug-in hybride. En ik heb zo'n laadpaal aan mijn huis laten monteren en daar heb ik een pasje bij. En dat pasje, dat is gewoon een MyFair Classic pasje. Dat is de oorspronkelijke ouderwetse OV-chipkaart. Dus ik dacht van, nou, dan ga ik eens even kijken of ik dat met die tools kan hacken. Maar dat bleek niet eens nodig, want er zat geen versleuteling op. Alle keys waren zero, laat ik het zo zeggen. Ja? Maar als alle keys zero zijn, wat staat er dan op? Dus ik heb die kaart uitgelezen en daar staat helemaal niks op. Het ID, het unique ID, het UID van die MyFair kaart, is mijn identificatie. Kortom, er zit helemaal geen beveiliging in. Als iemand hier ook zo'n elektrisch pasje heeft en in zijn zak draagt, ik kan het binnen 1 seconde uitlezen en klonen, en dan kan ik op jouw kosten tanken. Wat kost dat? Om te vervangen. Nou, ik heb die jongens gebeld, en die zeiden van, nou, dat kost, we hebben 300 van die pasjes in het veld, dus reken uit. Het is gelijk een kostenpost van, nou, zo'n pasje kost om dat te maken, in te voeren, administratief te verwerken en op te sturen naar iedereen, dan heb je het over meerdere euro's per pasje. Nou, maal 300.000, dat is dus een, voor een klein bedrijf, een miljoenenpost om die pasjes allemaal te gaan updaten. Kortom, hadden ze geen interesse in. Ze zien het wel een keertje als het misgaat. Ja. Kortom, bedenk van tevoren dat dit soort dingen requirements zijn. En zorg ervoor dat als er iets gebeurt, dat als je iets kunt doen, dat je dat remote kunt oplossen. Ja, dat je met een druk op de knop, bij wijze van spreken, een nieuwe versie kunt uitrollen naar al die laadpalen, naar alle auto's, naar alle kastjes in en om het huis, naar die sloten. En dat dat ook binnen een redelijk beperkte tijd kan. Ja, en dat de back-end voldoende
benut is om al die nieuwe connecties voor, die je nodig hebt voor zo'n update binnen redelijke tijd te doen. En dat dat niet is over een 50 kilobit verbinding, waardoor je 6 jaar bezig bent met alle units in het veld te updaten. Daar heb je helemaal niks aan. En dat moet allemaal ook nog eens een keer veilig gebeuren, dus code signing en zo'n secure element zijn toch wel basisbenodigdheden. Nou, gelukkig gaat de hardware dat steeds meer ondersteunen, maar we zijn er nog lang niet. Vergeet ook niet de diversificatie van sleutels. Als je allemaal dezelfde sleutels op dezelfde devices gebruikt, ja, hack one, hack them all. Ik zeg altijd, je moet die ontwerpkeuzes niet laten afhangen van wat de vendor je aanbiedt, maar gewoon van een gedegen risicoanalyse van tevoren wel requirements opstellen. Voor dit soort zaken zijn dingen als Agile en DevOps absoluut niet geschikt. Je moet weten van tevoren wat je risicobedreigingen zijn en je moet gewoon je requirements daarvoor helder op papier hebben, zodat je die kunt communiceren met een leverancier. En niet dat de leverancier zegt van, ja, wij kunnen dat allemaal leveren. We beginnen nu vast, hè? En dan praten we morgen over wat je nou eigenlijk wilt. Dus mijn bericht is eigenlijk, zorg dat die keuzes vooraf goed zijn gemaakt. Zorg ervoor dat je de juiste keuzes voor de juiste technologie hebt. En zeker als het gaat om die draadloze dingen, het hele risicoprofiel is anders. Je bent aan het broadcasten, je bent al je gegevens aan het versturen in iemand met een grote antenne een kilometer verderop. Die kan veel meer dan jij denkt. En dat brengt mij eigenlijk bij het laatste puntje. Zijn er nog vragen? Anders zet ik het plaatje van het pushje weer op, hoor. Dat kan ook. Oh, hier. Vragen? Ja, nee, dat klopt. Dat herhalen misschien. Oh, oké. Hij zegt van als Agile en DevOps hiervoor niet geschikt zijn, hoe krijg je het dan wel voor elkaar? Nou ja, er zijn ook andere software. De watervalmethode is bijvoorbeeld een methodologie die weliswaar heel ouderwets is, maar die hier veel meer voor geschikt is voor dit soort toepassingen, omdat je daar van tevoren requirements opstelt die je achteraf toetst. En dat is wat de vorige spreker eigenlijk ook in zijn verhaal heeft gezegd. Je moet wel die requirements goed en helder op het niveau beschrijven en aan een vendor meegeven. En ja, ik zal hier wel vloek in de kerk zijn, maar ik vind Agile en DevOps, dat is maar een licentie voor doe maar wat en we zien later wel. Dus, nou ja, ik weet het, ik chargeer, maar toch. Ik ben ouderwets. Zijn er nog andere vragen? De laatste, als er nog is. Geen vragen meer? Geen vragen meer. Oké. Dank jullie wel. Dank je wel, Rolf.